Ik denk dat de bouwagenda zo belangrijk is, omdat we eigenlijk moeten gaan kijken naar de toekomst van de bouw en alles daaromheen. Bijvoorbeeld de hele vraag van monofunctioneel bouwen, het integraal bouwen, het koppelen aan sociale veiligheid, gezondheid, energie-neutraal proberen te gaan bouwen. Dat zijn allemaal vragen die natuurlijk in de bouw qua innovatie meer moeten worden gaan meegenomen in de toekomst. Ik ben natuurlijk architect. Ik hoop dat vanuit de architectuur en in het ontwerpproces en de bouw, dat er veel meer integratie gaat plaatsvinden. Want tegenwoordig kunnen we alles meetbaar maken in het ontwerp. We kunnen precies nagaan wat voor kwaliteit aan energie we gebruiken in de gebouwen, hoe de lucht verversing precies werkt, hoe gezond gebouwen zijn bijvoorbeeld. Als we kijken naar de hoeveelheid tijd die we binnenshuis doorbrengen, dan zou je moeten zeggen van nou, de materialen moeten gezond zijn, de lucht moet gezond zijn, de luchtverversing moet goed werken, maar dat is niet altijd zo. Bijvoorbeeld als we kijken naar de manier waarop de meeste lucht verschoond wordt in gebouwen, dan rolt het van persoon naar persoon. Terwijl je het allemaal verticaal kan bijvoorbeeld wegzuigen. Ik weet dat je tegenwoordig al met bijvoorbeeld de techniek die in ziekenhuizen wordt gebruikt, als je die bijvoorbeeld in de woonomgeving of in de werkomgeving plaatst, dat je daarmee 20-30% van je ziekteverzuim kan bijvoorbeeld verminderen. Dus met betere lucht, betere materialen, kunnen we een hele gezonde ruimte maken waar we voor een groot gedeelte van de dag, dat gaat absoluut lukken, want we hebben de beste en de meest krachtige partij bij elkaar weten te verzamelen.